Leven wij in een cancelcultuur? In een tijdperk van Jan Fabre en Bart de Pauw, in een tijdperk van hashtag MeToo en Black Lives Matter, in een tijdperk waarin straten gemakkelijk van naam kunnen veranderen en standbeelden uit de publieke ruimte worden verwijderd, moeten we ons onvermijdelijk toch wel ergens de vraag stellen of er in deze samenleving nog ruimte is voor sereen debat. Een sereen debat waarbij mensen en groepen op basis van rationele argumenten en hun bewijsmateriaal kunnen komen tot een zekere consensus waar iedereen het dan toch min of meer over eens kan zijn. Een recent voorval van cancelcultuur viel nu precies de beurt aan de grote Vlaamse componist Peter Benoit, wiens borstbeeld werd verwijderd een dik half jaar geleden uit de gebouwen van de Universiteit Antwerpen. Ik spreek erover met mijn gast, dat is Jan de Wilde, werkzaam aan het Conservatorium van Antwerpen, niet toevallig een instituut gesticht door uitgerekend Peter Benoit. Een heel warme goeiedag, Jan. Goedemiddag, David. Het is fijn met jou te kunnen spreken over deze materie, maar eerst eventjes voor de goede orde. Wat heb jij eigenlijk met Peter Benoit en waarin bestaat jouw job aan het Conservatorium van Antwerpen? Oh, wat heb ik met Peter Benoit? Als ik u vertel dat ik geboren ben in de Peter Benoit-laan in Bissingham, ja, dan weet u dat ik voorbestemd was om hier op deze stoel te zitten, zoveel jaren later, namelijk in de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. Inderdaad, een van de instellingen die Peter Benoit heeft opgericht. Er zijn er nog, daar kunnen we het straks nog over hebben, instellingen die nu nog het muzikale en culturele leven in Vlaanderen mee bepalen. Maar dus ik ben bibliothecaris in zijn conservatorium. Trouwens, bibliothecaris van een hele mooie erfgoedbibliotheek met een prachtige erfgoedcollectie. Daarnaast ben ik ook coördinator van het studiecentrum voor Vlaamse muziek. En dat is, zoals de naam het zelf zegt, een studiecentrum dat zich vooral bezighoudt met het exploreren en het propaganderen van Vlaamse muziek uit de 19e en 20e eeuw. We doen dat ook bijvoorbeeld door publiceren van artikels en boeken, maar vooral ook van partituren, omdat daar toch ook een grote nood aan is. Dus partituren die we interessant vinden, waar we het stof van afblazen, die we in een nieuwe editie publiceren bij een uitgeverij in München. Dus daar hou ik mij vooral mee bezig. Ja, je had het over boeken die worden uitgegeven. Als ik me niet vergis, wachten wij nog altijd op een bijzonder goede biografie van Peter Benoit, geschreven door Jan de Wilde, waar hopelijk ooit eens verder werk van gemaakt wordt. Maar ik denk dat ik gemakkelijk kan zeggen dat je 's werelds grootste autoriteit op het leven en werk van Peter Benoit bent op dit ogenblik, Jan. Dus misschien toch wel eventjes uitleggen. Peter Benoit, wat was nu precies zijn betekenis als je zijn culturele relevantie in een paar zinnen moet samenvatten? Wat moet er dan op zijn minst over hem gezegd worden? Ja, hij was een bijzonder veelzijdig en onvermoeibaar man. Een hardwerkende West-Vlaming, die dat dan hardwerken vooral in Antwerpen heeft gedaan. Ja. Maar hij was eigenlijk actief als componist in eerste instantie, maar ook als dirigent en als pedagoog en cultuurpromotor, om het zo maar te zeggen. Om te beginnen met zijn activiteiten als componist. Ja, hij heeft een heel groot oeuvre nagelaten, heel verscheiden ook. En dat is op zich wel al heel bijzonder, want daarnaast, zoals ik zei, was hij ook een zeer actief pedagoog en heeft hij ook verschillende instellingen opgericht en uitgewerkt. Als componist heeft als we een aantal hoogtepunten uit zijn oeuvre mogen noemen, dan is er bijvoorbeeld zijn pianocyclus, die bijna een uur duurt en zeer origineel is, de Conte Ballade, geschreven in Parijs. Ook heel mooi, terwijl hij ver van zijn geboortestreek Harelbeke zit, daar in Parijs. Schrijft hij pianomuziek die geïnspireerd is door volksverhalen die zijn grootvader hem vertelde, die zich afspelen daar in de streek. Een zeer merkwaardige cyclus, zeer origineel in die tijd. Rond diezelfde periode, spreken we de jaren 1860, heeft hij ook een merkwaardige quadrilogie religieus geschreven, zoals hij het zelf noemde. Een religieus vierluik. Een kerstkantate, een Te Deum, een Requiem en een Missolennel. Zo'n soort
zijn eigen religieuze ring, eigenlijk, laten we het zo zeggen. Mm. Ook nog in die periode een merkwaardig duo, fluitconcerto en een pianoconcerto, ook nog altijd geïnspireerd door die volksverhalen. Mm. Zeer goede muziek, die twee concerto's, echt aanwinsten voor het internationale repertoire. Andere werken, beroemde Rubenskantaten, misschien wel zijn meest populaire en meest geliefde werk, gecreëerd rond het beeld van Rubens op de Groenplaats. Was trouwens een van zijn specialiteiten, openluchtkantates schrijven, waar dan tienduizenden mensen op afkwamen. En wat voor mij wel zijn magnum opus is, is de oorlog. Een ook avondvullend oratorium, pacifistisch oratorium, op tekst van Jan van Beers. En eigenlijk zijn symfonie der duizend. Het is een heel groot werk die ook een heel grote bezetting vergt. Maar absoluut meesterwerk. Ja. In de tweede helft van zijn carrière heeft hij dan vooral van die kantates geschreven die ofwel de rijke historie van Vlaanderen roemden en een even roemrijke toekomst voorspelden. Maar dus als componist zeer belangrijk. Maar hij was veel meer dan componist, Peter Benoit. Hij was wat men destijds wel eens noemde een volksverheffer. Die niet in de concertzalen of in de salons, maar op de straten en op de markten van steden actief was. Dus je kon hem moeilijk mislopen als cultuurfiguur. En bovendien ook, zoals je daarnet kwam te vertellen, Stichting van het Conservatorium van Antwerpen. Maar er zijn nog zo van die instellingen die hij in het leven geroepen heeft. Ik denk aan de Vlaamse Opera bijvoorbeeld. Ja, klopt. Ja, om te beginnen met zijn conservatorium, dat is op zijn minst toch wel een heel merkwaardig verhaal. Is dus in 1867 is hij directeur geworden, wat toen de stedelijke muziekschool van Antwerpen was. En daar heeft hij eigenlijk op een aantal jaren tijd een heel eigen pedagogie voor ontwikkeld in het Nederlands, wat niet evident was, want ja, er was nauwelijks jargon, nog maar daaraan te beginnen. Dus op zich is dat al echt een meesterstuk waar veel anderen hun tanden zouden op stuk gebeten hebben. Maar heeft dus een hele muziekpedagogie voor ontwikkeld, die gebaseerd was op twee pijlers eigenlijk. Eerst het gebruik van de moedertaal, wat niet minder dan revolutionair was in die tijd in het francofone België. En de andere pijler was dan het gebruik van het volkslied. Dus in zijn idee, niet alleen in zijn idee, maar ook zijn dingen die teruggaan tot Herder bijvoorbeeld, is dat de bron, originele bron van die muziek eigenlijk in het volkslied ligt. Dus was het zijn theorie dat als je echte Vlaamse muziek wou schrijven, dat je dan eerst moest teruggrijpen naar het volkslied. En daar was ook zijn hele pedagogie op ontwikkeld. Er zijn een aantal bedenkingen bij te zetten. Bijvoorbeeld dat we sinds Van Duyssen en later ook weten dat veel van die zogezegde volksliederen, die zijn niet door het volk gemaakt, maar vaak zijn dat bewerkingen van populaire Franse opera-arias van eeuwen geleden. Dus het is een beetje ironisch dat veel van die volksliederen eigenlijk uit de Franse operacultuur komen. Maar zwart, maar dus, dat is echt wel een huzarenstuk. En als bekroning is zijn muziekschool dan in 1897 het Koninklijk Vlaams Conservatorium geworden. Dus de instelling die nu nog altijd bestaat en zeer actief en actueel is. En die kan, die kan ook rekenen op een goede bibliothecaris inmiddels. Ik hoor het je graag zeggen. Voilà. Maar om eventjes terug te keren naar dat fameuze borstbeeld en wat daar in de vorige zomer rond gebeurd is. Dus als ik goed begrepen heb, was er een borstbeeld van Peter Benoit in de lokalen van de Universiteit Antwerpen. En dat is daar inmiddels verdwenen. Wat is daar precies gebeurd? Wel, het is zo. Er is inderdaad is er ooit een beeld geschonken, een buste van Benoit. Trouwens door een oud-leerling van ons conservatorium. En dat is daar geplaatst in wat men het brandijzer noemt, in de foyer van het brandijzer, dat nu gebouw is van de Universiteit Antwerpen. Maar ironisch genoeg was daar vroeger het conservatorium, eerst de stedelijke muziekschool en later het Koninklijk Conservatorium gevestigd. Dus op die plaats, op de Sint-Jacobsmarkt, is daar vele decennia gebleven toen het al uit de voegen barstte.
en het ook al lang niet meer veilig was en zo. En er zijn prachtige foto's bekend dat in de bibliotheek brandde er gewoon een kachel. Hè, dus naast de heel kostbare boeken. Maar zwart, dus het beeld stond op een, eigenlijk op echt meer dan een symbolische plek. Hè. Het was de plek waar het conservatorium door Benoit is gevestigd. En wat is er dan gebeurd? Ja, toch wel een vreemd verhaal dat mij ter oren is gebracht door een professor van de UA. Dan bleek dat een afscheidnemend decaan bij wijze van, ja, noem het geschenk of ritueel of afscheid, dat beeld wou laten verwijderen, wat dan ook is gebeurd. En sindsdien proberen verschillende mensen eigenlijk van die decaan, afscheidnemende decaan, te weten te komen wat zijn beweegredenen daartoe zijn. Want zoals je in je inleiding zei, ja, het is niet meer zomaar evident in deze tijden dat je zo zonder discussie of zonder debat een beeld laat verwijderen. Dat heeft meer dan een symbolische betekenis de dag van vandaag. En zeker als het gebeurt door een historicus, door iemand met een leidinggevende functie aan de universiteit, die trouwens ook door een historicus wordt geleid. Dat is toch niet min. Hè, als men zo'n belangrijke figuur daar ja, op een of andere manier toch de nagedachtenis van weghaalt en meer zelfs eigenlijk bezoedelt. Want ja, wat was nu de reden eigenlijk van het weghalen van het beeld? Dat is nog altijd niet heel erg duidelijk. Eigenlijk de enige verklaring die de decaan tot nu heeft gegeven is, en ik citeer, hij mocht op het einde van zijn leven geen knapenkoren meer dirigeren en dan weet ik genoeg. Dus ja, daarmee worden ja, pedofiele handelingen gesuggereerd, of dat is zelfs meer dan dat suggereren. Als we dan naar zijn bron vragen, dan in eerste instantie gingen die dan bezorgen. Dan bleef het stil. En toen er nog verschillende keren naar gevraagd werd, dan werd hij eigenlijk heel kregelig en werden we eigenlijk met een kluitje in het riet weggestuurd. Dat maakt nu dus dat er al maanden en maanden dat beeld verdwenen is en ja, dat er sindsdien ja, toch een donkere schaduw boven die figuur van Benoit hangt. Ja, klopt. Zonder dat eigenlijk... Ja, we hebben het werkelijk over kindermisbruik, dus dat is een vrij zware aantijging. Dat is een zeer zware aantijging, ja. Daar kunnen we ons moeilijk bij voorstellen dat zonder gevolgen kan blijven, dus dat is waar. Maar aan de andere kant moeten we toch ook wel zeker zijn dat die beschuldiging gerechtvaardigd is. En dat is waarom je insisteert op wat is het bronnenmateriaal waarop je baseert dat die beschuldigingen destijds werden geuit. En het bronnenmateriaal daaromtrent, is daar ooit een suggestie geweest van het stond in de krant of we hebben een brief of er is een tuchtprocedure waarvan we de documentatie hebben, nieuw archiefmateriaal of om het even, wat is er gesuggereerd welk dat bewijs zou kunnen zijn? Nee, de decaan verwijst zelf naar een integere bron die het hem ooit zou verteld hebben. Hè. Dus bij hem is het dan ook al Heeft het van horen zeggen dan? Ja, heeft het dus van horen zeggen. En, maar die man die het hem dan zou gezegd hebben, zou een integere bron zijn. Dus het zijn eigenlijk alleen gezagsargumenten. We moeten hem op zijn woord geloven. Hij zou aan die bron dan de bewijzen vragen, dus dat is nu al maanden geleden, maar die bewijzen zijn nog nooit op tafel gelegd. Ik moet zeggen, zelf ben ik tijdens mijn onderzoek nooit indicaties in die richting tegengekomen. Maar zoals ik hem ook gezegd heb, ik wil graag bijleren en indien nodig mijn beeld van Benoit bijstellen. Ik bedoel, dat is evident. Het is ook niet omdat ik die bewijzen en anderen die bewijzen nog niet hebben gezien, dat die er ook niet zouden zijn. Ja. Er kan altijd ergens iets opduiken of iemand die iets vindt. Zo gaat onderzoek en zo gaat wetenschap nu eenmaal vooruit. Maar ze gaat niet vooruit als men die bronnen niet wil tonen. En dat is heel, heel vreemd. Dus hij heeft het van horen zeggen. En dat je dan zo'n toch zwaarwichtige beslissingen treft...
En voor mij gaat het verder dan het wegnemen van dat beeld. Het is gewoon... Ja, er hangt nu echt een donkere schaduw over die figuur. En de gevolgen zijn al merkbaar. Hè. Mensen beginnen zich af te vragen... Ja, wat is dat met die Benoit? Moeten wij daar nu nog wel muziek van uitvoeren? Moeten wij geld in zijn museums blijven steken? Moeten we dat museum in Harlebeke niet anders noemen? Dat zijn ja, evidente vragen. En ja, je krijgt een soort wazig beeld nu, waarin dat iedereen dan begint maar, ja, zich dingen voor te stellen die misschien niet waar zijn. Ja, het is een zeker van een historie... Ja, zeker van een historicus lijkt het mij heel vreemd dat je niet met bewijzen dat klopt. Ja. Het komt neer op een verhaal van verdachtmaking, heb ik de indruk, waarbij zeker in het tijdperk wat ik zo pas geschetst heb, wanneer is het met cancel culture enzovoort, liggen die zaken juist misschien zelfs nog meer gevoelig dan dat ze ooit geweest zijn. Ook in België natuurlijk, met de hele geschiedenis vanaf Dutroux enzovoort, dan is dat een reflex die wij lijken te hebben, om daar heel voorzichtig mee te zijn. En het komt mij voor dat men hier juist niet heel precies weet wat er aan de hand is. Is er een historische bron die wijst op het mogelijk bestaan van een gerucht over Peter Benoit? Of gaat het over een historische bron die daadwerkelijk kindermisbruik bevestigt? En dat is een belangrijk onderscheid, nog los van het feit of wij dat bewijsmateriaal ook daadwerkelijk onder ogen kunnen krijgen. Want ook als historicus, je zei het daarnet zelf, hè, het gezagsargument, als een professor geschiedenis vanuit zijn rol en functie spreekt als decaan en daarbij zelfs op rituele wijze een borstbeeld laat weghalen en daarbij beweert dat het de reden daarvoor is dat het gaat om beschuldigingen van kindermisbruik en dat die figuur op die manier gecontesteerd moet worden, ja, dan is het minste dat je kan verwachten dat daar op zijn minst een debat overgevoerd wordt op basis van bewijs. Want is Peter Benoit al dan niet een kindermisbruiker, is een legitieme onderzoeksvraag die ook via de historische methode kan onderzocht worden. En dat onderzoeken, dat kan alleen op basis van bronnenmateriaal, volgens mij. Dus het is primordiaal dat we dat op een of andere manier inzage krijgen. Maar is dat werkelijk de enige reden geweest waarop men dan gezegd heeft, we gaan dat beeld weghalen? Er zijn geruchten van... Ja, toen het in de pers kwam en de rector om zijn mening werd gevraagd, werd er ook even verwezen naar praktische redenen. Maar ik kan u alleen maar zeggen dat daar de voorbije maanden in mijn mailwisseling met die decaan nooit sprake van is geweest. Er werd als reden alleen opgegeven wat ik net heb verteld. Dus ik denk dat men dat nu een beetje als een soort drogreden... hanteert. Ik denk dat niet klopt. Dus het is wel degelijk een actie van die decaan geweest, om de redenen die ik daarnet heb geschetst. Maar je hebt ook contact gehad met de rector van de Universiteit Antwerpen. Heeft hij daar iets over gezegd? Ik heb hem 2 of 3 keer erover gemaild, maar geen antwoord of geen reactie gekregen. Dus de enige reacties van de rector daaromtrent lees ik ook in de pers. Ah, okay. Wat is die reactie van we gaan het onderzoeken? Ja, het begon wel vrij positief. Namelijk, het is niet iets wat een decaan kan doen. Dat speelt zich af op het niveau van het rectoraat. En in eerste instantie gaan we die beslissingen terugdraaien. Maar dan kwam de maar. We gaan een onderzoek starten. En toen kwam de waarschuwing. En dat onderzoek kan heel lang duren. Wat dat heel raar is, want bedoel, de eerste geruchten omtrent dat weghalen en het vermeende kindermisbruik, al dan niet vermeende kindermisbruik van Benoit, dateren al van juni vorig jaar. Hè? Dus we zijn ondertussen meer dan een half jaar verder. Er is nu al verschillende. En er wordt ook gezegd, er zijn recente documenten. Zo moeilijk lijkt het dan toch niet te zijn. Dat je, ik snap niet dat je daar weken of maanden nu nog onderzoek moet naar doen om gewoon die bron op tafel te leggen. Is er een bron? Oké, toon die dan. Ja. Is die er niet? Ja, oké, dan heeft iemand zich vergaloppeerd en dan passen misschien excuses of zo, of een rechtzetting.
Maar zo moeilijk kan het nu toch niet zijn, hè? Nee, dat denk ik toch ook niet. Als het gaat om... Ik kan me niet voorstellen dat daar meters bronnenmateriaal over bestaan. Als je het nee. nooit bent tegengekomen, dan zal het allicht gaan over een aantal documenten of misschien een dossier of het een of het ander. En dan is het, denk ik, een zaak indien men dat heeft ingekeken en in bezit heeft, om daar foto's van te nemen of scans van te maken en dat ter beschikking te stellen van andere experts. En als ik me niet vergis, Jan, dat is ook wat je vraagt. Je hebt nu al... een paar maanden op die hamer of op die nagel zitten kloppen duur. Maar ik geloof dat er nu een nieuwe actie is, namelijk je hebt een petitie op het getouw gezet. Ja. Ja, gewoon om een beetje de druk op de ketel op te voeren, want ja, als we nu nog maanden moeten wachten op een antwoord, om de reden die ik daarnet zei, ook is het belangrijk dat we heel vlug een duidelijkheid krijgen. Hè? Dus mensen beginnen zich echt af te vragen. Er zijn al artikels verschenen waarin mensen zich echt letterlijk afvragen. Ja, wat is dat met die Benoit? Kunnen we ons daar nog achter zetten? Kunnen we daar nog iets mee doen? Er zijn een aantal activiteiten gepland dit jaar ook, die rond Benoit draaien. Ik zeg maar, ergens een manifestatie die moet ingeleid worden door een politicus. Ja, dan is het vanzelfsprekend dat die politicus vraagt... Ja, vertel eens, wat is er nu aan de hand? Ook mensen die zijn muziek willen uitvoeren. Het is al niet zo evident, hè, Vlaamse muziek programmeren en uitvoeren. Ik denk niet dat heel veel muzikanten staan te springen, of ensembles of orkesten, om muziek uit te voeren van iemand die net beschuldigd is van kindermisbruik. Ja, als je dan moet kiezen, ik zeg nu maar een fictief voorbeeld tussen Benoit en Blox, ja, dan... Ga je dan maar denken, ja, dan nemen we nu maar deze keer iets van Blox, want we zullen nu toch maar het zekere voor het onzekere nemen. Mm. Dus dat is echt de reden waarom we nu proberen de druk een beetje op te voeren. Wat ik eigenlijk ook nog wil zeggen is, als je zegt dat er bewijzen zijn, oké, dan is het makkelijk om, of dan zou het makkelijk moeten zijn als die bronnen op een waarde worden getoetst, om te tonen dat Benoit een kindermisbruiker was. Maar omgekeerd is eigenlijk onmogelijk, hè. Nee, als er nu geen bewijzen zijn, je kan niet bewijzen dat het nooit is gebeurd. Dus zelfs al komen er nu geen bewijzen op tafel, dan blijft dat altijd aan hem kleven nu. Dat is toch echt... Ik vind dat... Allee, daarom is het meer dan een symbolische daad. Hè. Je hebt echt iemand beschuldigd van iets onnoemelijks, want dat is het toch, iets heel ergs. Hè. Een kind misbruiken. En zelfs al komen er nu geen bronnen op tafel, dan zullen er altijd mensen zijn die blijven denken, ja, waar ook is er vuur. Dus het is toch wel een verregaande actie geweest van de afscheidnemende decaan. Ja, eentje met grote gevolgen voor zowel het artistieke veld als ook het erfgoedkundige veld. Hè? Dus dat men daar nu zich afvraagt, kunnen we ons nog wel engageren rond die figuur? Kunnen we ons daar nog wel voor motiveren? Dus dat is inderdaad heel nefast, denk ik, voor ons werkveld. En vandaar dus ook de noodzaak voor die petitie van leg de bronnen op tafel. En als dat niet gebeurt, dan misschien een rechtzetting. Want inderdaad, zoals je net zegt, je kan geen negatief bewijzen. Hè. Je kan niet bewijzen dat er geen paarse langpoot-olifanten bestaan die op Mars wonen. Dus ik kan dat niet bewijzen. Negatief is niet te bewijzen. Maar we kunnen wel uitgaan van het eeuwenoude juridische principe van het vermoeden van onschuld. Hè, dus dat tot het tegendeel bewezen is, iedereen geacht wordt onschuldig te zijn. En ik denk dat we daar met Peter Benoit op dat ogenblik, of op dit moment, kunnen ophameren. Hè, dus dat er voorlopig geen enkel bewijs bestaat die aan het licht gekomen is waaruit blijkt dat hij een kindermisbruiker zou zijn. Misschien nog een laatste vraag, beste Jan. Dat beeld is niet vernietigd of met verf beklad of wat dan ook, zoals sommige andere beelden. Waar staat het momenteel? Wel, ik heb vernomen dat het ergens in een depot bewaard wordt nu. En ja, als de rector zijn woord gestand doet, dan hoop ik dat het dan zo vlug mogelijk wordt teruggeplaatst. Maar nog meer dan die actie reken ik vooral op dat de bewijzen boven tafel komen. Eerder nog dan het beeld. Dat het beeld wel als rechtzetting wel een heel... Ja, tuurlijk. ...zou zijn. Want het staat niet toevallig achter jou daar, Jan. Ik heb een oranje Peter Benoit. Ja, we hebben hem in alle kleuren en maten. Eigenlijk. Zeer goed.
te vinden in de webshop van het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek. Maar goed, ik dank jou heel erg, beste Jan, voor dit gesprek. Ik wens jou veel succes met jouw strijd om dat bronnenmateriaal te kunnen inkijken en op die manier de waarheid aan het licht te brengen. En natuurlijk moedigen we op die manier ook iedereen aan om, indien zij akkoord zijn met de argumenten van Jan de Wilde, om dan onmiddellijk ook de petitie te tekenen en op die manier de Universiteit van Antwerpen toch tot duidelijkheid te dwingen. Dankjewel, beste Jan. Graag gedaan.